Ik ben Dirk Remmery en ik ben eigenlijk verslingerd aan verhalen schrijven en verhalen vertellen. Ik heb dat 20 jaar lang gedaan voor kranten, toen ik het dagelijks nieuws vertaalde in krantenartikels. Nu doe ik dat vanuit mijn eigen communicatiebureau Expert. Mijn naam is Marijn Volleboot en ik werk sinds 3 jaar als wandel- en fietsjournalist onder de noemer Verrassingen om de Hoek. Ik heb een knooppuntenroute gemaakt langs de verschillende kastelen en abdijen die het groene Brusse ommeland typeren. Beaufort, het kunstenfestival is wel bekend, maar het is geen evident verhaal om het te vertellen. Je vervalt nogal snel in de presentatie van wat er is en wat de kunstenaar wou vertellen, maar wij wilden het verder drijven. Wij zijn vooral op zoek gegaan naar het verhaal, achter het verhaal. Enerzijds inderdaad inspireren en doen dromen. Doen verlangen naar dat ene tochtje op die zondagnamiddag. En anderzijds ook informatie geven, want soms... men ziet wel een kasteel staan, maar het volledige verhaal achter dat kasteel is niet altijd bekend. Alle verhalen zijn verteld, wordt wel eens gezegd. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het is vooral zoeken naar een creatieve invalshoek. Een invalshoek die niet bekend is. Dingen die je niet vindt op Wikipedia, dingen die je niet ziet op het nieuws. Zaken waarover je denkt van daar zal worden over gepraat aan koffietafel. Dat zijn de zaken waar we naar op zoek gaan. Meestal haalt iets de media omdat er verontwaardiging rond bestaat. En ik denk dat er een even grote kracht uitgaat van de verleiding van iets. Omwille van de aanpak, omwille van de fotografie, omwille van het filmpje dat je gemaakt hebt, op een veel zachtere manier kun je ook zaken naar de mensen brengen op een heel sympathieke manier. Er zijn honderden tips, maar één tip wil ik toch meegeven en dat is het authentieke verhaal. Wees authentiek. Zorg dat je geen eenheidsworst wordt of bent en spring eruit met je eigen verhaal.